Mijn naam is Joost Stenhoud. Ik werk voor het Europees Designcenter van Mazda in de buurt van Frankfurt. En ik ben verantwoordelijk voor interior design en brand style. Cordo Design. De essentie van Cordo Design is eigenlijk dat we leven in de auto willen brengen. En in de eerste generatie, wat ik hier aan de hand van de Coherent Concept ga toon, hebben we dat gedaan door een sterke wedge-lijn, dus lijnen die echt naar beneden wijzen, en twee sterke uitgetekende fenders. Ook natuurlijk heel mooie surfacing. En ook heel belangrijk was een herkenbaar gezicht met hele sterke elementen zoals het Signature Wing en de lichtelementen. De nieuwe versie van Kodo, wat ik aan de hand van een schaalmodel van de Vision Coupe concept uitleg, is veel eenvoudiger. En we hebben ons laten inspireren door Japanse cultuur, architectuur en vooral traditionele craftsmanships. En dan kan je zien dat de lijnen al veel horizontaler zijn. Maar ook, we hebben geen dubbele fender meer, maar we hebben één pure beweging van voor naar achter. Dat creëert hier van achter ook een heel sterke, wat we in het Engels noemen stance, heel veel kracht op het achterwiel. En dan eigenlijk een van de belangrijkste en unieke elementen aan het nieuwe Kodo is de reflecties op de zijkant van de auto, die vooral als de auto zich beweegt, de auto echt tot leven wekt. In de nieuwe Kodo-taal vinden we de handvaardigheid van onze kleinmodelleuren heel belangrijk. De kleinmodelleuren werken met hun dikwijls zelfgemaakte tools aan speciale autoklei. Ze steken al hun passie en skills in het modelleuren van vooral de zijkant van de auto. En dit kunnen we dan nadien spuiten en dan krijg je een model van de RX Vision zoals je hier kan zien. Hier heb ik een schaalmodel van de Vision Coupe en de RX Vision. Die twee auto's zijn voor ons heel belangrijk, omdat Vision Coupe toont je de versie van Kodo in een heel elegante manier. En RX Vision toont Kodo in een heel sportieve, sexy manier. En het goede nieuws is dat alle modellen van de toekomst voor Mazda ergens tussen Vision Coupe en RX Vision zullen liggen. Dus elk model zal een beetje van de Vision Coupe en een beetje van RX Vision hebben. Het KAI-concept wat we in Tokio en Genève hebben gepresenteerd is duidelijk geïnspireerd op de RX Vision. Heel sportief, heel dynamisch en sexy. En is onze visie voor een C-compact voor de nabije toekomst.